Josje, niet dat al zo ver weg is, maar heb jij goede herinneringen aan je jeugd, culinaire jeugd? Ja, echt wel. Ja, ik kom uit een heel groot gezin. Of heel groot, ja. Vijf kinderen. Oh, en een vader en een moeder. Dus we waren met zeven aan tafel. Het zorgde ook altijd voor een hele grote vaat. Dat was iets minder, maar het was wel heel gezellig. En dus samen eten was ook wel belangrijk. Dus we gingen altijd met z'n allen aan tafel. En ook gewoon netjes wachten tot iedereen met klaar zeven is. Aan tafel, dat is geweldig. Allee, eigenlijk als moeder droomt je daar zo wel wat van. Maar gewoon aan tafel en dan toch wel grote schotels eigenlijk. Ja. Ja, dat waren serieuze pannen. Ja, want heb je nog, het zijn dan broers en zussen of enkel zussen? En... Nee, ik heb twee broers en twee zussen en ik ben de jongste. En was het dan vechten aan tafel voor de saus of, of het krokantste stukje? Ja, echt wel. Maar ik was natuurlijk de jongste, dus ik moest heel hard roepen om een beetje aandacht te krijgen. Ben je dan niet de meest verwende als jongste of is dat een fabeltje? Nou, het is altijd wel leuk om de jongste te zijn, hoor. Ja. Ja, toch wel een beetje ook door de grote broers en zussen op sleeptouw worden genomen en zo. En dus dat is wel tof. Maar de stampot met andijvie, eigenlijk is dat wel redelijk origineel, hè? Zo rauwe groenten door puree. Ja, het is heel belangrijk dat het rauw is, vooral. Ja. Want toen ik net in België kwam wonen, wilden mijn collega's heel lief op mijn verjaardag mijn lievelingsgerecht maken, stampot rauwe andijvie. Ja, door onze catering van de K3-show en zo. En die hadden die andijvie gekookt. Oh my god. Maar dan is het hele gerecht eigenlijk een beetje opzeven. Ja, nee, want dat is het niet. Want we willen eigenlijk straks zo het krokante van de andijvie terug, hè? Zo, als je de stampot eet. Je moet er ook niet te veel van op voorhand in, hè? Nee, zo eigenlijk op het laatst. Ja. Gaan we dan ook doen. Ja. Oké, we hebben hier al patatjes geschild. Die gaan we stomen. Heb je het al zelf gemaakt trouwens, een stampot? Ik heb nog nooit stampot rauwe andijvie zelf gemaakt. Yay, een première in de keuken. Ik laat dat eigenlijk altijd aan mijn moeder over. Dus, Hoe noem je je mama? Mama gewoon? Mam. Mam? Ja, mam. Ja. Hallo, mam. Ja, niet mama of ma, maar mam. Mam. Voilà, dan gaan we de hamburgers aanvallen. Ja. Weet jij misschien nog, is daar een ajuintje bij? Ik weet wel dat er een beschuitje bij zit. Ja. Maar een ajuintje kan ook wel lekker zijn erbij, denk ik. Hè? Ja. Zullen we een ajuintje doen? Jij mag ongeveer twee of drie beschuitjes in kruimelen. Een ajuintje. En als ik dat zelf thuis wil maken, hoeveel vlees heb ik dan nodig? Ongeveer 180, 200 gram per persoon. Right. Want ja, nou, vandaag weet ik het, hè. Weet ik het echt zo goed moet maken. Ja, het is de bedoeling, Josje, dat je zoveel mogelijk gaat koken nu. Hè. Daar zal manlief alleen maar blij om zijn. Zijn jullie trouwens opgegroeid in het stad of meer op het platteland? Meer op het platteland. In de kop van Overijssel, met koeien in de wei achter het huis. Ja, die waren niet van ons, maar... En dan ook eigen groenten? Nee, dat niet. Nee? Nee, wat eigenlijk wel stom is, want we hadden een hele grote tuin. Maar nee, dat niet. Ja, jullie mama had wel haar bezigheid met de vijf zo kapoenen. Waren jullie kapoenen? Lachtje. Ik niet, maar de rest wel. Natuurlijk niet, Josje. Natuurlijk niet. Twee eitjes. Ik zal er die andere halve ajuin ook nog bij doen. En jij mag al moet ik dat gewoon met mijn handen kneden. Ja hoor. Wat leuk. Ja. Hmm. En was eten dan belangrijk voor jullie? Ja, toch wel. Maar mijn moeder die kan heel goed koken. Maar die hield er ook wel van om soms dingen uit te proberen. Ja, dat vonden wij dan iets minder leuk. Maar de klassiekers, daar zijn we nog altijd fan van. Zoals dit bijvoorbeeld. Of die sperzieboontjes waar ik het net over had. Met gebakken aardappeltjes. Dat was op maar zondag. Jullie doen dan wel de sperzieboontjes zonder de ajuin, hè? Ja, dat vind ik ook maar iets raars. Toen ik hier kwam... Wat doen al die uitjes tussen mijn bonen, dacht ik. Ja, dat is de klassieke manier hoe wij Vlamingen eigenlijk eirotjes of worteltjes of ja, daar kan ik nog niet helemaal aan wennen, eigenlijk. Maar wel in het gehakt. Ja, dat vind ik een betere combi. Huppakee. Misschien toch nog... Ja, het is een beetje klef nog, hè? Nog een extra beschrijving. Ja. Wat deden je ouders van beroep dan? Nou, mijn moeder die is administratief medewerkster, maar die was ook een tijdje... Dat is ook nog job, buiten die vijf kinderen. Part-time, ja. Oh my god. Maar dat was wel toen wij allemaal naar school waren. En mijn vader is dominee.
Och. Ja. Ja? Ja. Dat is wel speciaal. Ja. Moesten jullie dan een gebedje doen? Voor... Ja. Voor de... Meent je het? Ja. Oh, ja, voordat we gaan eten. En ja, soms na het eten, dan las hij een stukje voor uit de Bijbel. Dus, nee, uw papa stond eigenlijk ook op een podium dan. Ja, dat is ook een echte showman, hoor. Ja. Elke zondag een performance. Ja. En nu doe ik er altijd graag een beetje peterselie bij. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet of mijn moeder dat ook deed, maar dat klinkt heel lekker. Ja. Voilà, dan hebben we toch al onze portie gezond ook binnen, hè? Kijk, groenten. Dat is belangrijk. Zo, het lijkt me wat, 5 kinderen. Ja. Ik wilde dat eigenlijk ook altijd wel vroeger, maar nu begin ik toch te twijfelen. Ja, wil je nu zelf zo in grote potten roeren? Ja, dat lijkt me heel gezellig, maar ook wel een beetje vermoeiend, denk ik. Pittig, hè? Ja. Pittig. Oh. En dan wil, als die naar school gaan, dan willen die allemaal zo de coolste pennenzak en rugzak en kledij. En... Ja, ik moest wel vaak gewoon... De kleren nog eens dragen van mijn oudere zus. Ja, ik ook. Ja. Het is helemaal goed gekomen. Ja. Goed, hamburgers. Zo. Een bord. Vormpjes. Dat is wel cool, dat we die toch zo min of meer... Oh ja. Zoals bij de etalage bij de slager. Hè? Dat we ze echt goed vorm kunnen geven. Ja. En goed aanduwen. Er zullen wel meer dan één hamburger de man hebben, maar dat geeft niet. Hè. Nee. Het is ook nog lekker koud, hè, trouwens. Ja. Zo. Ik ga ondertussen andijvie snijden, hè. Handen wassen. Het is wel echt een wintersgerecht, dit. Ja, zalig. Daar zullen jullie thuis ook mee blij zijn, hè, met zo'n recept. Andijvie. Zo'n beetje bij ons. Vergeet de groenten. Dus ik ben heel blij dat die op het menu staat. Ja. Het is wel zo'n beetje een sla die snel slecht wordt. Dus let erop als je die koopt. Mooie groene blaren. Geen bruine plekjes. Hè. Poepje gaat eraf. En heel fijn gesneden? Of, Nee, dat hoeft niet heel fijn gesneden. Zo. Ja, dat is perfect. Hier en daar nog een beetje crunchy is, als je het eet. En dan de stampot wordt verder gewoon gemaakt met de melk. Ja. Gaat er ook een eitje in of niet? Stukje boter, ja, melk, boter. Peper, zout. Maar je bent niet gek van muskaatnoot, hè? Nootmuskaat? Ja, nootmuskaat, muskaatnoot. Ja. Ah ja. Nee, dat vind ik, dat vind ik niet zo lekker. En je mama gebruikte het dan niet? Nou, die gebruikte dat altijd over de boontjes ook en zo. En, ja, ik vond dat niet echt een meerwaarde, eerlijk gezegd. Dus, voor mij hoeft thuis. Dat niet. Muskaatnoot mag. Maar ik volg de gast een beetje, hè. All right. Zo. Die zijn klaar om te bakken. En de ganse familie mag komen aanschuiven, hè. Ja, we hebben genoeg. Burgers. Hebben ze ook allemaal zo een leuke namen? Zoals Josje, bedoel je? Ja. Ja, origineel toch wel, hè? Nou, valt wel mee. We hebben een Geertje, we hebben een Arjan, een Koen, een Arjette en een Josje. Arjette. Arjette, ja. Leuk. Stond je eigenlijk te springen om mee te helpen bij je mama in de keuken? Ja, ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om mijn moeder te helpen. Ik vond de vaat achteraf minder leuk. Maar we moesten altijd wel iets doen. De een moest de tafel dekken, de ander moest helpen met de vaat, afwassen of afdrogen. En ja, dat zal wel. Eigenlijk de dingen die zij niet zo leuk vond om te doen, mocht ik doen. Ja. Oké. Okay. Hamburgers, die zien er geweldig uit. Die bakken we gewoon aan de twee kanten. Een minuutje of 2, 3. Moet wel doorbakken zijn, hè. Ja. Een hamburger, zo gaan we niet rosé geven. Oké, die laten we rustig gaan. Nog juist kruiden. En een beetje van deze? Ja, en een beetje zout. Ik vind dat heerlijk ruiken. Nog meer of is dat niet? Ja. Oh. Wij koks zijn altijd redelijk... Lekker scheutig. Oké, Josje, de stampot. Dus, ik heb hier al ongeveer de hoeveelheid van een glas melk laten koken. Mm-hmm. Dan is dat lekker warm. Aardappeltjes gaan erbij. Alright. En het is ook wel de bedoeling van evenveel aardappelen en evenveel... Andijvie, hè? Ja. Toch? Lekker veel groenten. Ja.
kruiden. Peper en zout. Geen muskaatnoot. Nee. Jullie thuis kunnen dat zeker toevoegen. Klontje boter. Ja. Klontje. Nee. Lekker hoor. Dat is een Vlaamse, klont. Boter. Heerlijk. En nu eigenlijk de gouden tip van familie Huisman. Nu gaat er... beetje kaas bij. Ja. Hollandse geraspte kaas. Geweldig, hè? Zo? Ja. En daarna kan het ook gewoon op tafel staan om nog extra eroverheen te doen. Super. Het is zover. Oké. Die gaat erbij. Het ziet er echt super lekker uit met die kaas ook. Mensen, ja. En zo, die krokante andijfje. Je hoort het ook, hè? Ja. Jongens, ik kan niet wachten van aan tafel te zitten. Ik ook niet. Hamburgers draaien. Ja. Kijk eens. Mooi korstje. Dan gaan we er ook een beetje saus bij maken, hè? Ja. Beetje jus. Beetje jus, ja. En eigenlijk is dat top wel, hè? Zo rauwe andijvie eronder. Ja. De vitamintjes worden behouden. Ja, en het is niet zo bitter omdat het niet gekookt is. Voilà, het is zelfs zo wat zoet, hè? En zeker met die kaas bij. Dus ik heb het vet weggegoten en dan nu het deglaceren met... jus. Zo. De jus, even peper en zout. En dan kunnen we op de foto. Ik zal nog een beetje kaas erover doen. Lekkere saus. Amai, leven de mama's. Leven de mama's. Ze zal trots zijn op ons. Ik hoop het. We moeten er alle drie op. Een geweldige smaak. Stampot van de man. Moeten we eerst een gebedje doen, Josje, of vallen we meteen aan? Oh, voor deze keer vallen we meteen aan. Geweldig toch, hè? Die gasten in huis met de leuke receptjes van de mama of de grootmoeder. Oh, ik vind het heel lekker. Ja? Ja, ik heb meteen alweer een veel te grote hap genomen. Ik word hier heel gulzig van. En zo het krokanten, hè? Is die goed gelukt? Mm-hmm. De stampot? Geweldig. Een limonadje erbij. Van Vlierbloesem. Mm. Santé. Proost. Een geweldig beginner. Mm-hmm. Kan eten zo'n beetje je dag maken? Ik vind het het leukste moment van de dag. Eten. Oké, dat wordt direct al een beetje spannender dan, want ik maak een gerecht met ingrediënten die je niet lust. Het wordt leuk! Tot morgen! Het recept van de stampot of stoemp staat op vtmkoken.be. Zeker maken! Dag! VTM. Je beleeft het hier.